Het hoofdgerecht. Nou, we pakken 3 luik met groenten, een spuitzakje met crème, de parelhoender. Deze doen we in de pan met water en zetten we weer uit. Dit laten we ongeveer 5 minuten zitten, zodat het lekker warm kan worden. Na 5 minuten pakken we het zakje met groenten. Deze snijden we open en leggen we de groenten mooi op het bord. Dan pakken we het spuitzakje met crème. Deze maken we open. Zetten we nog wat stippen tussen de groenten. Hierna pakken we de parelhoender. Halen we uit het zakje en leggen we naast de groenten. De jus kan nu er ook al bij gieten. En dan is het hoofdgerecht klaar.